Wacht, loop eens mee. Hier mag je kijken. Dit stukje mag je mee naar binnen lopen. Kom mee, kom mee. Je zit ook vast nu! Je zit ook vast! Nee, ga naar buiten! Ga naar buiten! Oh, shit! Sorry! Nee! Oh, nee! Dat was niet mijn bedoeling! Nee! Nee, het was een grapje! Oh, dit was niet de bedoeling! Ze dood! Nee! Nee! Oh, dit vind ik zo lelijk voor jou! Dit is niet lelijk! Maar dat van Jackie is een grapje! Oh, dit ging echt. Ik ben gamer in Frankrijk! Dit is Hallo bewoners van de... Hallo bewoners van de Games en welkom bij deze gloednieuwe video van Nieuwe Mindtopia! Hallo! Meneer de level 1, noob. Ja, nieuw in Mindtopia. Level 2, noob. Oh, jij bent level 2. Ja. Ja. Nou, ik ben nog level 1. Ik typ even in de chat. Medewerker Bob's Foodshop. Ja, ik heb de afgelopen tijd keihard gewerkt in de foodshop van Bob. En ik heb geld verdiend. En ik heb ook al armor gekocht, zodat ik er niet te noob uitzie. Dus niet te onopvallend. Ik ben nog steeds dat onschuldige lieve meisje. Remco zou mij doen, heeft hij net gezegd. Ja, klopt. Ik wil een relatie met jou, Minecraft. Gaan we een Bobba-relatie beginnen? Hambo-relatie. 1, 2, 3. 1, 2, 3 is... We gaan vandaag iets doen. Je kunt natuurlijk leuke normale dingen gaan doen. Dus een huis kopen nu, want ik heb heel veel geld nu. Ik kan een plot kopen, een huis kopen. Ik kan andere dingen gaan doen. Maar we kunnen ook spanning op gaan zoeken. Want sinds kort zijn is de prisoner en is Cuba er. Guantanamo Bay. Maar vandaag zijn ook de verkiezingen. Dus ik wil eigenlijk heel veel gaan doen vandaag. En spannende dingen. En ik wil naar de prison. Ja, ik ook. Ik ga op zoek naar een wapen. Ik weet niet of ik dat kan kopen van 180k, maar dat zien we dan wel. Ik heb 10 euro. 10 euro ook nog eens in het echt? Nee, dat mag niet echt geld. We gaan eens even kijken hier. We zijn nu dus in de kaap. Het is overdag, gewoon in de middag, dus het is wel veilig. Maar het kan best zijn dat er criminelen rondlopen of wat dan ook. Die gewoon misschien wel wapen. Maar die zijn allemaal bang voor mij. Er staat iemand. Goed, ik hoop wel dat niemand me herkent, want ik heb al een paar keer opgenomen met dit account. Dus ik kan gewoon herkend worden en dat hoop ik voor niet. Oké, we lopen snel deze man voorbij. Die loopt dus gewoon voorbij, die herkent ze niet. Misschien jou wel trouwens, want jij bent nog wel best bekend met dat. I'm a famous boy. Criminelen, waar hangen die rond meestal? Wacht, ik zie daar een afzetting. Waarhuis. Er zijn hier een hele hoop loodsen allemaal en ze kunnen hier overal zitten. Hier bijvoorbeeld in zo'n steegje. Nee, ik zie hier niemand of zo. Kijk, hier is een afzetting. Misschien dat ze hier binnen ergens zitten. Mogen we hier overheen? Zijn die criminelen online? Ik zie... Ja, ik zie niet echt criminelen. Ik zie geen bekende naam. Ik zie Patatje Westhoek. Ik hoop niet dat hij mij ziet, want daar kent hij mij misschien. Verder zie ik geen criminelen. Nou, we gaan even kijken. Daarbinnen huppelen een hele hoop mensen rond. Wil je vragen of ze daar wapens verkopen of zo? Ja. Want met dat wapen wil ik iets gaan doen bij de verkiezingen. Dat zal in de volgende aflevering zijn waarschijnlijk. Waarom hangt hier een kop van iemand aan een boom? Weet jij dat? Dat weet ik niet. Nee. Ik weet het ook niet. Hij heeft een glider op zijn rug. Wow, oké. En wat zit hier voor derp? Wat is dit? Kijk die derp hier. Zit hier gewoon iemand hier zo met zijn mooie unibrow. Spuitflesje, weet ik. Spuitflesje. Kijk hoe die eruit ziet. Nee, die ziet er niet uit alsof hij een wapen heeft. Hallo meneer, zegt hij. Knapper. Wat is dit voor een hoofd? Ben verliefd op jou. Hoi knapperd. Oh, ga je nou serieus daten hier in het parkje met deze lelijkerd? Wilt u verkering? Oké, ik ben heel benieuwd. Ja, wat? Wat is dit voor account? Wie is dit? Ik heb die nog nooit gezien. Ik ook niet. Als je nou het zoen op de tafel. Oh, wat cute. Mwah. Cute. Mwah. Ik wil erbij. Ik ben natuurlijk een heel onschuldig cute meisje. Ik wil erbij. Mag ik erbij? Mag wel, zeg jij. Loop mee. Oh. Wat is dit voor man? Weet ik niet. We lopen gewoon mee. We kijken natuurlijk wat voor avonturen we nu weer gaan beleven. Ik weet niet wie dit is of wat dit is. We komen gewoon een random guy tegen. Jij bent... Wat wil ik gaan doen? Ik hoop niet dat hij ons naar een bed brengt of zo, weet je wel. Ja, ik ben bang, hoor. Okay, ik ben ook wel een beetje bang. We worden wel gevolgd door opa Norma of zo. Wie is dat dan weer? Is dit van hem? Oh. What the fuck? What the hell? We komen hier net pas. rennen. Oké. Ik wil niet rustig zeggen. Hij komt meteen al met een wapen aan, is hij helemaal gek. Hij moet het kijken. Kwijt? Oh, hoe komt hij aan een wapen dan? Goed. Geef me een kopje een beetje op zijn brouw. We hebben eentje nodig, dat is echt een toeval. Ik wil het wel hebben voor een keertje op je bed. Is dat goed? Mag dat? Damn. Oké! Oh, dit is niet goed. Wie is dat man? Wat een mafkees. Hoezo moet hij van zijn wapen af? Is hij bang of zo? Hoezo moet hij er vanaf? Hoezo ja, ik snap het ook niet. Beretta U22. Ik weet niet of dat goed is. Oh, dat is echt een goed wapen. Die verkocht ik toch? Ja. Oh, jij werkt in de pipa shop. Ik was de pipa shop, hè?
Ja, ik weet alles van pipa's. Ja, voordat Wastelands officieel open was, werkte je daar. Echt wel heel lang geleden, jaren. Oké, politie. Dit is heel raar. Ik weet oprecht niet wie dit is of wat het is. Wij zagen gewoon een derp in het parkje en... Ja, lekker. Zoenen. 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 Ja, En hij is weg. Hij is weg. Oké, er komt er nog eentje aan. Zoenen. Ga weg! Zoenen. We hebben geld, Ga weg! Zoenen. 2,50. Hij gaat niet weg. Nee, 2,50. Nee, dan denkt hij misschien dat we 250k bieden. Maar zoveel heb ik niet. Ik heb keihard gewerkt voor dit geld. Dus, Bradda. Nou, bied. 150. 150. Zou hij dat goed vinden? Ik heb maximaal 180k, dus hoger dan dat kan ik niet echt. Ik heb 15k, maar ja, krijg je niet. 160k, dan krijg je 2 kogels bij. Ah, oké, dan heb je nog maar 20k over straks. 155. Oké, 155k. Ik weet niet of ik dit moet doen, want misschien wil die meneer. Toen ik daar nog werkte, waren die kogels... Deal! Oh! Yes, yeah. Oké. Okay. Boy! Okay. Deal! Schatje. Oh, dat vind ik zo raar om te zeggen tegen een jongen. Schatje! Heb je het geld? Nee, ik moet pinnen. 14,45, anders ben ik weg. Wat? Oh, ik moet opschieten! Ja, maar zo snel ben ik niet. Ik heb niet veel tijd. Ik kan niet snel rennen, bedoel ik. Wacht, ik wacht wel bij de... 155k, hoeveel briefjes zijn dat dan weer? Het gaat per 5000 zeker. Per 5000, ja. 20, weet ik veel. Ja, weet ik ook niet. Dus op 20 en dan 21. 31. Hier is patatje. Even 31. Ziet u mij? Waar is pinautomaat? Heeft me niet gezien. Pinautomaat. Oh, je wordt herkend. Oké, gelukkig ik niet. Hier is pinautomaat. Wow, zegt hij. Ik moet opschieten. Ik heb nog maar 2 minuten. Oh, hallo meneer. Ik ben fan. Hij is fan van jou! Woe! Ja, jij vraagt, wil je een foto? Normaal vraagt ze aan jou toch? Ik heb het even uitgerekend, dus 31 briefjes. Ik kan deze niet gebruiken. Hè? Ik kan niet pinnen! Ik kan wel pinnen hier hoor. Ik heb 1 euro van mijn rekening opgenomen. 31. Nee. Hey, ik heb nog maar 1 minuut, man. 31 en dit duurt zo lang om dat op deze manier te doen. Come on. Got him. Let's go. Doorlopen. Blijf jij maar lekker met die mensen praten of zo. Ik ga even snel terug, want ik weet niet of ik het ga halen, maar ik hoop het. Rennen. Volgens mij ben ik er. Ik vind het zo'n rare man, deze hier. Hij is weg. Ik ben op tijdje weg. Hij is gewoon weg. Nee. Daar staat hij. Oké, hij richt de gun op mij. Waarom doet hij dat? Dan gaat hij mij neerschieten zeker. Hij zegt, kom voor me of zo bedoelt hij. Oké, als hij mij neer gaat schieten, dan weet ik het niet meer wat ik moet doen. Hier met dat geld. Kan ik dit vertrouwen? 155k, daar heb ik super hard voor gewerkt. Als een noob account. Ja, goed. Geef een wapen, geef. Ja, oké. Okay. Oh my god, ik heb een wapen. Oh, dit wapen is helemaal kapot. Oh, oplichter. Waar is hij heen? Dit is kapot. Oplichter! Oh! Fijne dag, zegt hij! Nee! Doet hij het helemaal niet meer? Nou ja, ik kan hier 1 keer mee schieten of zo. Of 2 keer, weet ik veel. Dit wapen is helemaal kapot. Er staat helemaal geen durability meer op. We zijn gewoon zojuist even opgelicht. Hoe moet ik hiermee nou een aanslag plegen bij de verkiezingen? Ja, ik denk dat ik gewoon er naartoe ga en misschien wel iemand neer... Ik wil een presidentkandidaat neerschieten of zo. Zullen we dat gewoon doen? Zullen we gewoon er naartoe gaan en dat doen? Wij kunnen dat. We gaan nog even kijken wat voor mensen hier allemaal rondlopen, want... Hier lopen echt rare mensen rond en ik probeer die man op te zoeken. Want ik wil hem eigenlijk omruilen voor een hele, want 150k, is dat veel voor een gun? Niet zoveel, hè? Dat is eigenlijk best wel goedkoop. Ja, misschien dat hij daarom zo goedkoop was. Dat is wel veel, man. Veel? Volgens mij zijn guns tegenwoordig 500k of zo. Dan is het niet duur. Toen ik ze verkocht, gingen ze voor 60k weg. Nou, maar ik zie er ook uit, zo'n cute meisje. Dus misschien wilde die daarom voor zo goedkoop verkopen. Ik weet het niet. Heel voor je streken. Hier zie ik nog wat andere mensen. Die zien er hetzelfde uit. Allemaal mensen die allemaal een soort van gang start hier tegenwoordig. Hier staat een politieagent. Een politieagent waar? Oh crap, we moeten weg hier. Als hij mij gaat fouilleren. Waarom keek hij opeens naar ons? Just Erik. Hey, daar loopt hij! Oh, ik kan niet mijn gun uit de voorschijn nemen op hem schieten, want dan is mijn wapen meteen kapot. Hey, ik ga even naar mijn schatje toe. Hey, schatje. Okay, ja, hier is politie, man. Oplichter! Nou, weg hier. We gaan snel richting de verkiezingen. En dat zien we dus volgende week in de volgende aflevering. Dus laat een like achter, jongens, als jullie er zin in hebben. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.